In deze aflevering van onze serie over de Alblasser Waard brengen wij een bezoek aan de familie Reedijk in Tienhoven. Wij doen dat omdat de heer Reedijk een wel heel bijzondere verzameling heeft, namelijk oude koetsen en rijtuigen. Vol trots leidt hij ons rond in zijn verzameling en vertelt over alle wetenswaardigheden van de door hem bijeengebrachte verzamelobjecten. Wij zijn de firma Reedijk, tuin Reedijk van de firma Reedijk, stalhouwerij, trouw- en rouwkoetsen uit Tienhoven. Wij zijn hier 20 jaar geleden begonnen met de stalhouwerij. Wij doen trouwrijen verzorgen, we doen rouwwerk verzorgen, mensen begraven. Laatste eer bewijzen met zwarte rouwkoetsen, witte rouwkoetsen. Grijze rouwkoetsen is aan de collectie toegevoegd. En verder doen we rondritten voor een restaurant, hier door de polder heen, langs boerderijtjes. We doen rondritten met groepen van 14 mensen, die een middagje uit willen. En dan stoppen we bij een ijsboerderij waar ze een kopje koffie kunnen drinken. Of een ijsje kunnen eten of een pannenkoek kunnen eten. En dan komen we weer terug naar Tienhoven waar de mensen dan nog de gelegenheid hebben, ze wel of niet willen, om het museum te bekijken. We hebben hier een 50, 60-tal rijtuigen en antieke sleeën in de schuur staan. Nou, met allerhande dingen van rijtuigstoven, tikkerstoven, bellentuigen. Nou, je kent ze gek niet opnoemen. Of iets wat met paard en koets te maken heeft, dat is hier eigenlijk te vinden. Kleding, alles is wat met een rijtuig te maken, is hier allemaal te vinden. Nou, wij zijn op het idee gekomen met deze verzameling. Ik kom zelf uit de boerderij. Ik heb mijn eten moeten verdienen in de tuinderij. Maar door een ongeval 20 jaar geleden zijn wij ons eigen toegespitst op dit bedrijf. Dus het is gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby. Nou, ja, ik vind het zelf leuk om te doen. Ik restaureer rijtuigen. Al vanaf mijn 16, 17e jaar ben ik bezig met oude rijtuigen. Dus ik koop een oud wrak waar de wielen van kapot zijn. Nou, wielen liet ik destijds nog bij de wagenmaker maken. Nou, wagenmakers zijn er eigenlijk niet meer te vinden. Dus dat ben ik ook zelf gaan doen. Het schilderwerk ben ik zelf gaan doen. Ik heb ook nog iemand achter de hand. Als ik te veel heb staan, dat ik zeg van joh, wil jij nog een rijtuig schilderen voor me? Nou, dat ruilen we dan weer met werk of met een koetsje of iets dergelijks. Of ik doe weer wat voor zijn. En dat is met het bieswerk precies hetzelfde. Bieswerk laat ik ook wel eens door een ander verzorgen. Ik doe het zelf ook. Maar ik laat ook, als ik te veel heb staan, door een collegaatje verzorgen. Bladgoud op de wagens. Ik heb verschillende wagens staan met bladgoud. Twee Friese sjezen heb ik staan, krompanelen sjezen. Eén 18e eeuws en één 19e eeuws. Komen allebei uit de familie. Eén van mijn opa van mijn moeders kant, van Alblasserdam. En de ander van een neef van mijn moeder, ook van Alblasserdam, uit de Kerkstraat. Nou, die wagen zit veel bladgoud op. Bladgoud. Ja, die jongen daar ik veel connectie mee heb, die zegt van joh, de bladgoud mag je zelf niet doen, dat doe ik voor die. Dus die jongen laat ik altijd mijn bladgoud verzorgen op de wagens. Nou, dat doet hij fantastisch mooi, dat heb je gewoon een, ja, heb je gewoon goede vingers voor om dat te doen, dat is ook weer apart werk. Dus vandaar dat, dat is het enigste werk aan wat ik een ander laat doen. En verder doe ik eigenlijk alles zelf. Ik ga het ook binnenkort wielen krimpen, de ijzeren hoepels, dat zijn deze hoepels. Die worden warm gestookt, rood gloeiend. En ze worden op maat gemaakt eerst om het wiel. Dus je neemt de maat van het houten wiel. Dan neem je de maat van de ijzeren hoepel. Dan haal je plus minus, dat is nagelang hoe oud of dat de hoepel is, haal je er een centimeter die uit. Nou, dan moet dat wiel moet rekken door de warmte. Gaat dat rekken. Dan leg je hem eromheen en dan koel je hem af met water. En dan hoor je hem eromheen krimpen. Dan hoor je de spaken praten, zeggen wij dan. Hoor je ze kraken. Zo strak komt die hoepel te zitten. En dan zit hij vast op het wiel en dan kun je er weer jaren mee vooruit. Ja. Wat ik verder wilde vertellen, we hebben enkele van die boerenwagens staan. Dit is de vierde die ik in mijn bezit heb. Ik heb er achterin bij de collectie drie staan. Dat zijn eenvoudige, er zit wat snijwerk aan, maar niet zo gek veel. Nou, dit is een uniek exemplaar. Ik had niet gerekend dat ik hier ooit nog aan zou komen. Ik ben hier heel trots op. Die komt uit Scherpenzeel. Die is terechtgekomen bij de boerderij vandaan, bij een transportbedrijf. Nou, deze man die heeft dat ding jaren in de schuur gehad, maar hij deed er niks mee. Had wel wat gerestaureerd. Hij heeft bijvoorbeeld, hier heb hij de schenkels. Dit zijn de schenkels, de velgdelen. Heb hij vernield.
Hij heeft de langwagen heeft hij vernield, die plank die eronder doorloopt. En achter heb je ook een paar dingetjes vernield. Maar verder is het gebleven zoals het was en is die blijven staan. Achterwielen moeten nog gedaan worden. Nou, ik belde mij op van joh, we hebben hier nog een wagen staan. En dat was een jongetje van, ik denk dat hij 15 of 16 jaar was. Ik zei, wat is dat voor een wagen? Hij zei, ja, die heb ik van mijn opa gehad. En ja, opa zegt, je mag hem voor mij wel verkopen. Oh. Ik zei, ja joh, ik zei, dan moet ik wel de prijs weten. Nou ja, hij zei, ja, ja, maar ik wil weten wat die waard is. Ja, maar ik zeg, dat doe ik niet. Ik zeg, ik wil de prijs weten, kom ik kijken en dan, ik koop hem of verkoop hem niet. Zo gezegd, zo gedaan. Afspraak gemaakt met die man, met die jongen. En wij afgereisd naar Scherpenzeel. Dat ligt daar bij even kijken, hoe heet dat? Bij, ja, het is, denk dat net Gelderland is. En die jongen die trekt de deur open en opa stond erbij en zijn moeder erbij en ik loop die schuur in. Nou, en ik loop zo achter die wagen om zo. Ik wist niet wat ik zag. Ik denk, jeetje, als ik die nog eens in bezit kan krijgen. Dus ik zeg, joh, ik zeg, dan moet je me vertellen waar je ervoor moet hebben. En nou ja, zegt hij, ik heb een bod gehad en huppetepup en dat wil ik ervoor hebben. Ik zeg, nou joh, ik zeg, dan ga ik verder niet staan te pingelen. Ik zeg, ik ben er blij mee. Het is voor mij een mooie wagen om te restaureren, maar ik verbind er wel iets aan vast. Ik wil de wagen kopen. Ik zeg, als hij met je vader en moeder en met opa's en oma's een keer komt, als die klaar is, dan we er een ritje mee gaan maken. Ik zeg, op die conditie wil ik hem kopen. En zo heb ik meerdere wagens zien staan waar ik dat mee gedaan heb. Ik vind het gewoon leuk voor jullie. Dan zie je de wagen, hoe die eruit komt te zien. Hij zei, nou, dan spreken we af. Open ook, was hartstikke blij dat hij goed terecht kwam. Dus zodoende de wagen gelaaid, de wagen mee naar huis genomen. Nou, het is de bedoeling dat, het is nou januari, het is de bedoeling dat ik hem... Ja, ik denk van maart, april dat ik ermee ga beginnen. Ik heb nog twee wagens staan, we zijn mee bezig. Nog met de Lightwood zijn we bezig en met nog een wagentje. En dan gaan we met deze wagen beginnen. Dus, dat is het verhaal. Deze wagen heeft zeker een historische waarde. Deze wagen heeft zeker... Er zijn er hier, deze wagen... ik heb ooit een antiquaire, die is ook hier geweest, die hoorde dat ik hem had. Hij zei, joh, zegt die, wees er zuinig op, want hier, dit is er niet meer. Ik weet er nog wel een paar, er staan ook 18e eeuw, 1765, plus minus die leeftijd heb deze wagen. Ik weet er nog wel een paar te staan. Ik zeg, er heb er ook hier ooit een in de schuur gestaan, die hebben wij ook nog met een kennisje gerestaureerd. Maar deze wagen, met dit tafereel achterin... Hij zegt, dit is de tweede die ik, een man was 80 jaar, dit is de tweede die ik van mijn leven zie, compleet in de wagen. Hij zegt, want die achterschamels, die werden bewaard, de wagens werden verbrand in de jaren 60. En er werd zo'n schamel met dat snijwerk, dat beeldhouwwerk, werd bewaard en het werd aan de muur gehangen. Of ze gaven het cadeau aan een zoon die ging trouwen of zo. Zo ging het in de tijd. Dat ging met deze steekleer en ook deze steekleer, die is demontabel. Dat was een versiering, die ging er dan af en in de jaren 60, als zo'n wagen dan verbrand werd, dan werd dit nog bewaard. Hier zagen de mensen nog waarden in, weet je niet? Die had hele mooie stekelen, dit is dan een party met een staart en wat snijwerk. En dat werd dan aan de muur opgehangen, of er werden schoteltjes opgezet. Zo werd dat bewaard dan. Dat is het enige wat er van de boerenwagens bewaard werd. En de rest werd gewoon verbrand. Nou is dit nog een uniek exemplaar, waarom? Deze heeft nog een verhaal. Deze wagens werden gebruikt om hooi te rijden. In de Albertse Waard was een weidegebied, dus er werd hooi mee gereden. Dan werden ze schoongemaakt en ze werden aan de kant gezet. Of men ging er mee te kerken. Als ze ver bij de kerk vandaan, dan gingen mensen met zo'n wagen te kerken. Nou is dit een wagen wat ik zelf denk. He, ik probeer er een verhaal bij te krijgen, wat is er met zo'n wagen gebeurd destijds. Deze wagen heeft waarschijnlijk weinig hooi gereden. Waarom? Omdat er een laag achterkrat in zit. Nou, een hooi rijden, dan haal je een hoog achterkrat. En dan kon je het voer hooi hoger laaien. En deze wagen heeft originele bankjes erin zitten. En dat zag je bijna nooit. Dat zag je bijna nooit. En wat deze ook heeft, deze konden ze ook nog overdekken. Met een kap. Hier hebben we een kap op gezeten. En dan kun je zien. Hier heb je een stukje draadend. Daar ging een plat stripje op, zo hoog. En dan ging er een stuk rond op. En dat werd er overheen gebogen. Dat werd er overheen gezet. En dan ging er een witte zeilen kap op. En men noemde dat een kleedwagen. Een kleedwagen. En dan ging men mee naar de kerk of op familiebezoek. Dus waarschijnlijk heeft deze wagen op een landgoed gezeten. Dat vermoed ik zelf. Maar de plaats van herkomst, ik weet het niet.
Is dit waarschijnlijk een wagen die van een landgoed komt? Nou, waarom? Omdat het een heel rijk tafereel is wat hierop gestoken is, gebeeldhouwd is. Dit is namelijk een welvarende boer of een welvarende mensen geweest. Waarom? Dit is de Hollandse maagd, deze mevrouw hier, dat is de Hollandse maagd. In de Hollandse tuin, dit vlechtwerk, dat moet het vlechtwerk om de tuin heen zijn. Hollandse maagd in de Hollandse tuin. Iets wat opzij geschikt, plaatsmakend voor de Hollandse leeuw. Met pijlen in zijn hand, dat is typisch, met een zwaard in zijn hand, dat is typisch Hollands. Met vrijheidssteng, met vrijheidshoed. Dus dit was een welvarende boer. Anders dan kon je dit niet betalen, want dit kostte gewoon veel arbeid. Arbeid was niet duur, maar dit kostte enorm veel arbeid om dit erin te hakken en te steken. Nou, je kunt hier wel zien van die takken die hier, die bladtakken die erin gestoken zijn. Dan hebben we hier nog een tafereeltje erin gestoken, want die kan precies hetzelfde. Mooie vlambanden, dit zijn de vlambanden noemen ze dat. Voor de schamel, die houden de as houden die vast. Hieronder zit de as ingestoken. Dus die vlambanden die houden de as weer vast. Hele mooie smeedijzeren spijkers met grote koppen erop. Een heel mooi tafereel. Dus dat was echt een, iets unieks. Wat ik er ook nog bij wilde vertellen. Dit is een wagen met houten assen. Rond die tijd had je nog geen ijzeren assen. De houten as, die was ongeveer zo dik en die liep taps uit. En er zat er onderin, voor het slijten, zat er een ijzeren spie ingevreesd of ingehakt. Vrezen konden ze niet, hakken konden ze met de bijtel. Zat er een ijzeren spie tot ongeveer de helft van de wagen zat er een ijzeren spie zat er ingehakt in hier. Om het slijten van het hout tegen te gaan. En er zat wel een ijzeren bus in de klot, in de dom. Hier zat wel een ijzeren bus, die eroverheen. Maar als die spie er niet in zit, sleet het hout of hak weg. En er ging er een dot wagens meer in en dat hield de boel makkelijk draaiend.